We doen het goed, Saapies, hè? Ja. Ze staat te wachten, ze wil eruit. Dus ik zeg, aju paraplu. Klein lief hoopie, hè? Ja, och, gosje, je meisje. Ja. En hier hebben we dus Ewen, die is ook lief, die zei ook een miauw, hè? Ja. Ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag zondag 19 april. En we leven om 13:52. En ik wens jullie natuurlijk weer een hartelijk welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is weer prachtig mooi weer. Geen vuiltje aan de lucht. Vogeltjes die zijn er. En het is hier stil op de weg. En op, het is hier echt stil. Ja, af en toe zie je er eens eentje lopen. Want morgen dan komt de vuilnisman weer met plastic op te halen. Nou, dan loopt er eens af en toe een met plastic te sjouwen om dat op te hangen aan de desbetreffende palen waar het aan behoort. Ik ga met Rijka wandelen en dan ga ik hier de benden opruimen, want er is één bende. Tenminste wel in elkaar, maar het moet nodig de vaatwas erin. En de vaatwas moet nog verder leeg. En er zit weer eens water te scheppen. Ook altijd leuk. En ik wil proberen, dat, als ik terugkom ga ik dat eerst doen. Dan wil ik proberen mijn horloge te maken, het nieuwe bandje eraan te doen. Want ik zit nou ook met allerlei toeters en bellen om dat ding bij elkaar te houden. Dat is gewoon niet fijn meer. En ik heb een nieuw bandje, dus proberen we dat. Ik heb ook klein gereedschap, dus ja, moet toch dacht ik even lukken willen. En als dat gelukt is, laat ik het natuurlijk wel aan jullie zien. Want ik ben niet voor één gat gevangen, nee. Ik heb wel vaker een bandje weer, omdat het pennetje los was geschoten. Nou, heb ik het weer erin weten te doen bij iemand anders haar horloge. Ja, dat is ook allemaal goed gekomen. Maar nu ga ik eerst aan de wandel met mijn meisje Reka. Ja, die is gisteren dus weer 9 maanden geworden, dus op naar de 10. Ja, helemaal blij, hè? Ja, nou, ja. We doen het goed, Saapies, hè? Ja. Ze staat te wachten, ze wil eruit. Dus ik zeg, aju paraplu. Hallo lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, het is nog steeds zondag hoor. En het is nog steeds ook 19 april. Enkel het is een aantal uren later. Het is 5:01. Ik heb het aanrecht schoon en netjes. Die vaas die kan niet in de vaatwasser, die draait. Ik heb een paar spullen weer opgeruimd, zover ik het weet. Daar is die vaas weer weg. Hier is de boel weer netjes. Frodo, ja hoor. Ja, die mis ik ook. De bank is weer netjes en schoon. Ik heb legt alweer een beetje troep, omdat Rijka buiten is geweest. Wat het is, weet ik niet. Kijk op plastic. Komt dat nou weer daar? Nou, dat neemt ze in de bekkie mee, hè. Draairip van buiten, een stukje. Of tussen de pootje vastgezeten, tussen de naaldjes wil ook wel. Maar dan gooien we even weg. En daarna ga ik een bakje koffie maken. En dan zal ik de computer aan doen. En dan nog even een filmpje gaan renderen. Dat die weer vanmorgen naar YouTube kan. En dan is het weer denken aan eten. Ja, want de tijd houdt geen schaft, wil jij wel vinden. En ik heb er net ook lekker even gezeten. Hele leuke jeugdfilm heb ik gezien. En dat vind ik ook altijd mooi. Het Wolvenmeisje. Ja, nou, schitterend. Ja, dan ga ik even lekker van zitten te genieten. En dan legt Rijka weer op de bank. En dat is zo'n lekker ding. Ja, die is zo erg lief. Hé, jij nou meisje? Je bent een lieve schat. Ja. Klein lief hoopie, hè? Ja, och, gosje, je meisje.
Ja. En hier hebben we dus Ewen, die is ook lief, die zei ook een miauw, hè? Ja. Ja. Wat voor dikkie. Maar oké, ja, daar ben ik gewoon blij mee, hè, met zoiets, ja. Vind ik gewoon heerlijk, die diertjes om me heen. En ik moet straks ook weer met Rijke lopen, uiteraard. Dus ja, het gaat allemaal door, hè. Ja, het leven gaat gewoon door en ja, we genieten ervan. Althans, ik wel. Jullie ook? Nou, laat me horen. Doei!